Oké, okay. we gaan verder op de filmpjes van vorige week en wij we tonen hier even het overzicht van dit hoofdstuk. Dus vorige week hebben jullie de balansmethode gezien en we hebben daarbij drie bepaalde vormen besproken, eh, namelijk waarbij je een term eventueel eh, zal eh, toevoegen of eh, aftrekken van eh, de gelijkheid aan weerszijden, een factor eh, toevoegen of eh, delen aanweerszijden, en dan de combinatie van de twee, waarbij we eerst deze plus twee zullen wegwerken, en dan die drie. Voor de volgende hoofdstukken hebben we eigenlijk nog deze drie, dus de specialekes, die ik vandaag zal bespreken, eh, en dan formules omvormen en vraagstukken oplossen. Dus eigenlijk heel deze oefening doen we vooral om vraagstukken te kunnen oplossen en om die formules te kunnen omvormen. Oké. Okay. Maar dus nu, gaan we de specialekes doen en de specialekes zijn de haakjes en de breuken en we beginnen bij de haakjes. Dus eerst zou ik willen vragen aan jullie om je cursus te pakken en even de film op pauze te zetten en deze oefeningen in potlood zelf te proberen. Goed, dit is de verbetering. Dus als er een plusteken voor de haakjes staat, dan weten we dat we die haakjes gewoon weg mogen laten en krijgen we 3 plus 7 is 10. Als er een minteken voor de haakjes staat, dan weten we dat we die haakjes ook weg mogen laten, als we elk teken tussen de haakjes veranderen. Dus 3 wordt min 3, min 7 wordt plus 7, en dat wordt samen 4. En dan jullie goede vriend de distributiviteit, die komt hier in voor. Dus we gaan 27 maal elke term doen hier tussen de haakjes. Dus we krijgen 27 maal 10 is 270. 27 maal 1 is 27. En samen is dat 297. Pardon. Hier opnieuw, ik heb er nu of ook een maal bij gezet, maar dat zal in de oefeningen niet zo zijn. Dus 3 maal x en 3 maal min 2. Dus je krijgt 3x min 6. En dan min 5 maal opnieuw, het teken komt mee uiteraard, dus min 5 maal en min 5 maal. Je kunt de boogjes zelf tekenen. En dus je zou dit moeten hebben. Goed. We gaan nu een voorbeeld maken. Maar opnieuw. Probeer hier eerst zelf. Dus zet het op pauze, dit filmpje. Probeer zelf in potlood. Goed. Dus. We zien hier eerst en vooral dat er iets tussen haakjes staat. Dus we zullen eerst deze haakjes uitwerken. En dat wordt min 3x. Min 6. Dan zie je hier bij deze stap dat we nog iets kunnen vereenvoudigen. Min 6 plus 5, dat wordt min 1. En nu? Ik wil mijn x'en aan de linkerkant. Ik had ook de andere kant kunnen kiezen, maar we gaan nu telkens de linkerkant kiezen om de x te plaatsen. Dus, min 3x wil ik hier hebben. Dus, ik wil die min 1 kwijt. En dat wil zeggen dat ik hier aan deze kant geen enkel x meer wil hebben. Dus, dat ik die 4x kwijt wil. Die min 5 die mag blijven staan. Dus om min 1 weg te krijgen doe je plus 1 en om 4x weg te krijgen doe je min 4x. Maar als ik het aan deze kant doe, moet ik het ook aan deze kant doen en omgekeerd. Dus we krijgen de plus 1 om die min 1 weg te werken en de min 4x om die 4x weg te werken, maar we doen het dan weer zijden. Dus dat valt weg, we rekenen verder uit en we krijgen dit. Min 3x, min 4x dat is min 7x, min 5 plus 1 dat is min 4. En dus nu, dit is een vermenigvuldiging. Om dit getal weg te werken, moeten we delen door dat getal, maar dat doen we aan weerszijden. Dus, min 7 delen door min 7, en dan min 4 ook delen door min 7. En je krijgt, x is gelijk aan min 4 min 7. We weten dat we die tekens kunnen weglaten, dus 4 zevenden. Goed. Een ander voorbeeld. Opnieuw. Probeer dit eerst zelf. Zet op pauze. Goed. Hier hebben we zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde iets uit te werken. Ik vind dit een beter voorbeeld dan de vorige, dus we zullen deze zeker samen doen nu. Ja. Eerst wil ik mijn haakjes weg. Aan deze kant is het de distributiviteit, aan deze kant is het. Min teken mag weg met de haakjes, maar dan moet ik elk teken tussen de haakjes aanpassen. Oké, okay. dus we krijgen dit. Hier kan ik nog vereenvoudigen. En hier kan ik ook nog vereenvoudigen. Want 5 en 6 en 7 en 7 kan ik samenvoegen. Pas op, mensen, opnieuw dat je niet lettergedeeltes en gewone gedeeltes vermengt met elkaar. Dus geen smoothies maken hier. Dus je krijgt 2x, dat blijft staan, en 5 plus 6 dat is 11, 7 plus 7 dat is 14, en ik heb de x die hier nu vooraan zet, het kon ook 14 min x zijn als je dat hebt, is ook goed. Oké, okay. opnieuw, ik wil de x'en aan de linkerkant. Dus ik wil van deze 11 hier af, dus ik zal min 11 doen, en ik wil van deze x min x af, beter, dus ik zal plus x doen. Maar weer aan weerszijden. Dus, min 11 voor deze kant, plus x voor deze kant, dus x hier erbij zetten, min half daar erbij zetten en dit is weer in balans. We rekenen verder uit en we krijgen 3x is gelijk aan 3. Goed, dus we zien hier al wat de oplossing zal zijn, maar toch, hè, dus dit is een maal, we delen door het getal dat ervoor staat. We krijgen 3 gedeeld door 3, x is gelijk aan 3 gedeeld door 3, of dus x is gelijk aan 1. We kunnen dit ook controleren dat dit klopt. X gelijk aan 1 hier invullen, 5. Als ik hier even eerst x gelijk aan 1 doe, dan heb ik hier staan 1 plus, 4, 1 plus 3, dat is 4. 2 keer 4 is 8. 8 plus 5 is 13. Dan zou ik dat ook aan de andere kant moeten hebben. Even kijken. 1 min 7, dat is min 6. Min min 6, dat is plus 6. 7 plus 6, dat is ook 13. Klopt. Oké, okay. nu komen we bij het deel breuken. Voor breuken zal ik eerst eentje samen doen met jullie, daarna is het weer um, individueel. Bij breuken gaan we hier deze noemer willen wegwerken. En ik verklap dit deze stap al even, zodat je kunt zien wat ik bedoel. Die vier wil ik weg, zodat we eigenlijk niet meer met breuken moeten merken. We willen zo weinig mogelijk breuken in onze vergelijking hebben. Maar we kunnen een factor pas toevoegen aan het volledige lid. Dus je mag niet zomaar hier die 4 schrappen en er 4 voorschrijven, dat kan niet. Ja? Je gaat dat op heel het lid toepassen, zowel het linkerlid als het rechterlid. Ja? Dus die 7 die zal ook verhogen. Goed. We krijgen x, want daarvoor heb ik die 4 gezet, dus 4 gedeeld door 4, dat is 1. Dus de x dat is in orde. En min 7 maal 4, dat is min 28. En aan deze kant 44. En dit is een zeer evident uh, Oefening op te lossen, min 28, dus we zullen plus 28 doen aan weerszijden en we krijgen x is gelijk aan 72. Oké, okay. deze is voor jullie. Probeer zelf en kijk goed, er staat 3 en er staat een 5, dus met welk getal moet ik vermenigvuldigen opdat ik die twee noemers zou kunnen wegkrijgen? Denk daar goed over na. Even pauze nu. Oké. Okay. Met 15 uiteraard. Het kleinste gemeen van die twee waarden. Ik doe maal 15 en die 3 zal hier weggaan. En ik doe maal 15 en die 5 zal ook weggaan. Oké. Okay. We rekenen even uit. Merk op, mensen, dat hier nogmaals de haakjes staan rond het volledige linkerlid. En haakjes rond het volledige rechterlid. Dus vergeet alstublieft die stap niet. De maal, of dus de factor die we erbij toevoegen. Geld voor het hele lid en niet enkel voor die breuk. Oké, okay, genoeg benadrukt. Ik reken verder. Dus we rekenen uit. En we krijgen 5x plus 45 is 3x min 15. En dit is een vorm die we kennen. We gaan die 45 hier wegwerken. We gaan hier die 3x wegwerken. Dus we krijgen iets van deze vorm. En dan krijgen we uiteindelijk 2x is gelijk aan min 60. Dus. Delen door 2 aan weerszijden. Ik kom uit x is gelijk aan -30. Oké, okay. laatste oefening van dit filmpje. Deze, probeer die eerst zelf. Merk op, 4 en 3. Je zult hier zo dadelijk weer een kleinste veelhoud moeten gebruiken. Oké, okay. dus. We voeren eerst en vooral. De distributiviteit uit, zodat we de haakjes weg hebben. Dus, dat is eenvoudig. Dat zou iedereen moeten hebben. Nu, wil ik van mijn breuk afgraken. Hier staan een 4, daar staan een 3. Dus, ik hoop dat iedereen gevonden heeft dat je maal 12 moet doen aan weerszijden. Maar pas op, terug, dit tussen haakjes. Ja? Dus, je linkerlid tussen haakjes, maal 12. Je rechterlid, maal 12. Oké. Okay. We rekenen verder uit. En we krijgen. 36x plus 27 is gelijk aan 8, we zijn weer breukvrij. We zijn blij. Oké. Okay. Deze is er te veel aan, dus eerst nog min 27 aan weerszijden. En dan willen we deze hier wegdelen, delen door 36. Dus x is gelijk aan min 1936. Goed, veel succes met de oefeningen.